We zijn in Leiden! Ja, na maandenlange lockdown in het einde van corona is het eindelijk weer tijd om de horizon te gaan verkennen. En dat doen we in Leiden. Ja, de stad van ontdekkingen, ook wel Klein Amsterdam genoemd. Klopt, 28 kilometer aan waterwegen en kanaaltjes en alles wat daarbij komt zien. En ja, wij kunnen de stad verkennen te voet, met de fiets of met de boot. Off we go! Out here with the squad, everybody tryna go. Yeah, the party jumping off, and we putting on a show. Tryna catch a vibe, we do this every time. Like na 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 na. Feeling like I'm on the highway, 'cause everything been going my way. And now they looking at me sideways. Als ze tegen ons zeiden je moet het Naturalis Museum bezoeken, dan dacht ik. Ja, weer een museum. Maar dit museum is echt wel totaal anders. In de zin van het is heel interactief. De wetenschappers zijn live aan het werk, waarbij je gewoon vragen kan stellen. Het is heel laagdrempelig ook. Ook ideaal voor kinderen eigenlijk. Hè. Ik voelde mij alvast een pak slimmer worden door je gewoon rond te wandelen. Hier is hij dan, Trix. De moment supreme. Ja, ik noem hem al Trixie. Trixie, de T-Rex van Leiden. Iedereen hier in de stad heeft er al mee gewerkt om hier te krijgen. Inderdaad. Het is de trots, een van de best bewaarde T-Rex. Ja, een van de drie best bewaarde. En hij is 67 miljoen jaar oud. En hij? Het is een vrouwtje. Het is een vrouwtje, ja. Een oude dame. En ze heeft inderdaad een mooie leeftijd gehaald. En ze is heel bewaard gebleven. Schommelen in een kerk. Hoe werkt dat? Leg me dat een keer uit. Je gaat op een bankje zitten, daar hangt dan twee touwtjes en hoe je zo in een heel mooie setting. Ik ben heel benieuwd. In ieder geval, het is een zomeractiviteit hier in Leiden en dat kunnen we natuurlijk niet missen. Hier achter mij bevindt zich de schommel. Dit is weer een bucketlist item eigenlijk. Schommelen in een kerk. Check. Als je dat vertelt thuis, dan gaan ze wees niet geloven. Nee, maar het is wel zo. En ik vind het wel heel mooi, want het is zo tussen die twee iconische luchters. Ja, en helemaal bovenaan, daar is het bevestigd. Hè. Dus die is echt een heel koord die helemaal naar beneden gaat. Ik vind het echt heel... Maar dat gaan we niet doen. We gaan het niet gevaarlijk maken. Maar je mocht niet springen van de schommel. Nee, dat staat er ook al. Dus Yannick, het hoort, hè. We zijn onderweg naar het meest aangeraden restaurant van Leiden. Lot en de Walvis. Ik ben zeer benieuwd. Krijgen we daar exotisch eten? Ja, ik heb echt totaal geen idee wat er precies zo speciaal is aan dat restaurant. Maar iedereen zegt, je moet daar gaan eten. Dat dus is keilekker. Dus we gaan dat gewoon doen en we gaan jullie meenemen, zodat jullie het ook weten wat er juist allemaal gaat is. Daar is het. Lot en de Walvis. Is naar binnen. Melk? Is naar binnen. Ah ja, gaan. We hebben ons buikje weer rondgegeten. Ja, Lot en de Walvis. Een heel internationale keuken waarbij het reizen echt wel heel diep geworteld is. Ja, en dat sprak ons dus ook wel meteen aan. Ja, dat was meteen een match. Maar Leiden heeft niet alleen Lot en haar Walvis, zullen we zeggen, maar ook veel andere leuke barretjes. Zo zijn we ook naar een nogal geheimelijke rooftopbar geweest. Moeilijk te vinden op plant, een soort van incubator voor innovators en ondernemers. Ja. Moeilijk te vinden, maar als je de juiste gegevens wilt vinden, dan kan je zeker vinden op de blog. Zeker een aanrader, want juist omdat het zo moeilijk te vinden is, zo'n beetje geheimelijk. Heeft het zijn charme. Ja, en de setting is gewoon ook heel leuk. Nog een leuk is het buitenhuis, gelegen aan het meer, waar je ook andere watersporten kan doen als windsurfen. Eigenlijk één grote serre, vrij groot. En een heel leuk ding wat zij hebben, is dat je eigenlijk in een mini-serretje een 101 kunt doen. Dus heel romantisch, heel intiem. We zijn hier natuurlijk maar een weekend, dus we kunnen hier... Er zijn hier sowieso nog superveel leuke dingetjes, maar dat zijn wel drie die we zelf hebben gedaan en waar we 100% van kunnen zeggen, top, approved. Open
wide. The future's on our side. We'll touch the stars, we'll follow our hearts into the light. Walk with me, and we'll be all we need. Your hand in mine, our song undefined, our world. Kindje Leiden. Zit erop. Conclusie. Conclusie. Leiden is een heel charmante, intieme stad. Die ook enorm interessante geschiedenis heeft. En ladies, gegarandeerd veel plezier. En daarnaast, ja, het is heel makkelijk te verkennen. Te voet, met de fiets. En ja, uiteraard met de boot. Nu een tip van Het is de Merks. Parkeer u in het centrum in een van hun ja, nieuwere garages. Ja, heel recente, moderne garages waar je je wagen veilig kan wegzetten. Ja, wij hebben dan voor het weekend een fiets gehuurd en ik moet zeggen, dat ging perfect. Supergoed. Wilt je meer tips weten zoals deze over Leiden of over andere bestemmingen? Check dan zeker onze blog. Hetisdemerks.be. En volg ons ook misschien op Instagram. Leslie's Travel Diary. Het is de Merks. En ja, we zien jullie een volgende keer. Tot dan. Bye.